Hallo, welkom bij wederom een lijfverzichting van M2 Makelaars. Mijn naam is Martin Maranus. Ik sta hier in de Klarenbeek. Hele leuke plek. Dit is een soort van woonerf. Dus hier kunnen kinderen heerlijk spelen. Lekker rustig. Lodo van Hamelstraat nummer 7. Je ziet een hele mooie karakteristieke 201 kap met een garage. Nou, je ziet de straten werden in de jaren 70 ruim opgezet. Daarachter zie je nog een speelplaatsje voor de kinderen. Nou, allerlei verschillende variaties van huizen. Als je hier om de hoek gaat, heb je een vijftal scholen. Ook de Jumbo is in de buurt. En op de fiets ben je natuurlijk zo in de binnenstad. Je bent zo in de polder richting het strand. En de A58 is natuurlijk ook een hele fijne aansluiting om weg te komen. Er zijn wat oudere mensen die hier heel lang met veel plezier gewoond hebben. Die gaan nu naar een appartement. Vandaar dat het te koop komt. En het is een hele fijne, ruime 201 kapwoning. Ja, in de Sint-Klarenbeek. We gaan het eens bekijken. Nou, de garage staan wat spullen zoals gebruikelijk. Ik ga hem van binnen niet bekijken. Wat nog wel leuk is om te benoemen, zit een grote zolder op. Die later wel eens werd gebruikt om te logeren. Als we hier binnenkomen, entree is hier aan de voorzijde met garderobe. Hartstikke fijn. Toilet met een daglicht. Het ligt een mooie hardhouten vloer, zoals je ziet. Die loopt zo helemaal door naar de kamer. En het zitgedeelte, de woonkamer, is aan de voorzijde van het huis. Nou, je ziet een grote woonkamer. Twee grote banken staan hier en je hebt een heel mooi zicht. Hier op het straatbeeld eigenlijk veel groen, heel veel groen. Dat is ontzettend leuk. En nogmaals, het is een woonerf, dus je hebt hier geen doorgaand verkeer, alleen bestemmingsverkeer. Nou, de open haard. Prominent aanwezig. De mensen zijn wat ouder, die gebruiken niet meer echt. Dus even laten vegen. Maar hij doet het nog prima. Er worden nu wat kaarsen soms ingestoken voor de sfeer. Nou, zoals je ziet, een heel fijn groot zitgedeelte. En het leuke van de indeling van het huis is dat de eetgedeelte met de keuken aan de achterzijde is zo richting de tuin. Daar heb je ook fantastisch zon. Gaan we straks nog even bekijken. De keuken is gewoon keurig netjes in een hoekopstelling. Gaskookplaat, oven, koelkast. Dat is gewoon eigenlijk best wel heel compleet. En als je hier een eettafel zet, dit is al een vrij grote eettafel. Er kan nog een grotere staan. 6 tot 8 personen, geen enkel probleem. De tuin gaan we dus straks bekijken. Nou, een aparte deur van naar boven toe. Dat is gesloten. Mooie hardhouten trappen. Tegenwoordig zie je veel vurenhout. Hardhout is toch iets mooiere kwaliteit. Nou, staan we hier op de overloop. Tegenwoordig ook al verkeersruimte genoemd. En hier heb je toegang tot 3 slaapkamers en een badkamer. Pak hier de voorste. Nou, je ziet een grote slaapkamer onder de nok. Dat is natuurlijk heel leuk met kraaldeeltjes nog. Een goede raam om te ventileren en naar buiten te kijken. Gewoon een prima kamer. Ook hier ligt een hardhouten vloer. De master bedroom. Die is aan de achterzijde. Hier heb je geen de schuine kap. Hier is alles recht, dus makkelijk voor kasten. Nou, je ziet het is een heerlijk grote kamer. Met zicht op de achtertuin. Zoals je ziet, veel privacy in die achtertuin. En weer uiteraard ook de badkamer. Gewoon heel netjes. Lichte kleurstelling, witte wandtegels en een lichtgrijs op de vloer. Alles wat je nodig hebt zit erin. Bad, goede douche met een thermostaatkraan, wastafel, tweede toilet en een designradiator. Uiteraard ook daglicht, dat is natuurlijk ook wel heel fijn. En is er nog een derde slaapkamer op deze verdieping. Die is dan iets kleiner, wordt tegenwoordig gebruikt als kantoor-bureau-kamertje, hobbykamer. Dan hebben we wederom een vaste trap naar de tweede verdieping, ook weer van hardhout. Nou, hier zien we wat van de technische installatie, een vrij nieuwe combiketel.
ook de converter van de zonnepanelen. En dit is een heel charmante zolderkamer. Natuurlijk ontzettend leuk onder de nok, kraaldeeltjes. Je kunt natuurlijk schilderen als je wil. Nou, de dakvenster is wel een keer aan vernieuwing toe. Hij is lek, dus het is niet helemaal doorzichtig, maar dat is op zich een kleine ingreep. Hele mooie kamer zoals je ziet. Nou, ook de overloop biedt daglicht door dat grote raam hier. Hier nog wat bergruimte, super praktisch. Nou, ik had al toegezegd, we gaan nu de zonnige tuin bekijken. Hier toch een klein inkijkje in de bijkeuken. Wassen, drogen, extra vriezertje, super handig. En daar kun je dus binnendoor naar de garage toe. Maar die, nogmaals, die staan nu wat spulletjes in, gaan we niet bekijken. En dan de tuin. Ja, het is nog maar voorjaar, maar je ziet, de tuindeuren kunnen open. Heerlijk buiten in de zon. Nou, kenmerkend voor de wijk is dat het hier ontzettend rustig is. En dat de wijk al uit de jaren 70 alles lekker volgroeit, lekker groen. Nou ja, kijk, het zuiden is daar. Dus je hebt hier heel de middag en avond heb je gewoon zon, wat perfect is. Veel privacy, veel groen, zoals je ziet. En het dak leent zich natuurlijk ook uitstekend voor zonnepanelen, wat ik al benoemd had. Nou, voor is de kap wat lager, hier is die wat hoger, zoals je ziet. Mooie steen is er ook gebruikt. Vorig jaar nog maar een nieuw zonnescherm neergehangen. Is echt ook nodig als je 's middags de zon hebt. En dit, ja, straks natuurlijk in de zomer is het ook volgroeid. Kun je ook heerlijk in de schaduw zitten. Nou, nog een charmant vijvertje erbij. Dus ja, nogmaals, ik zal de pluspunten nog even jullie op een rijtje zetten. Een super kindvriendelijke wijk, dichtbij scholen, winkels en de stad. En dan een huis wat ja, voor gezinnen ontzettend fijn is. Met een ruime woonkamer, 4 slaapkamers, goede badkamer. Heb je interesse in dit huis, neem dan contact op met ons kantoor en laten we dit graag aan je zien. Dank voor uw aandacht en heeft u zelf verkoopplannen, komen we uiteraard ook graag bij u langs.